Leerkrachten aardrijkskunde van de vierde klas van de GLO-scholen volgen vanaf gisteren een training in de nieuwe methode getiteld De Wereldverkenner. De boeken die gebruikt worden zijn ontwikkeld en gedrukt door uitgeverij Hebri. De vertegenwoordiger van uitgeverij Hebri en geograaf Kenneth Loanyu zegt dat het belangrijk is om de leerkrachten te trainen in het omgaan met de aangepaste gegevens in de boeken. Zoals u weet, heel veel dingen veranderen in de wereld. Vooral als het gaat om de sociale geografie. De gegevens veranderen. Vandaar dat de gegevens geüpdate moesten worden en geüpgrade moesten worden. En dat is gedaan in het aardrijkskundeboek voor de vierde klas. Het aardrijkskundeboek voor de vierde klas gaat sect over Suriname. En daar wordt behandeld zowel de fysische geografie als de sociale geografie van Suriname. Specifiek gezegd is fysische geografie de natuurkundige geografie. Dus alles wat door de natuur is gemaakt. Bergen, rivieren. En de sociale geografie is alles wat door de mens gemaakt is. Dus wegen, gebouwen, kantoorgebouwen en noem maar op. Dat is het verschil. Dat gaan de kinderen nu leren. Maar de wereldverkenner heet het. Ja, het heet wereldverkenner. Omdat, kijk, Suriname ligt in Zuid-Amerika en het staat niet op zichzelf. Het is deel van de wereld. Dus het is altijd zo, Suriname en de rest van de wereld. Hoe bekijk je Suriname? Hoe gaat het met de ontwikkelingen in ons land? En dan ga je altijd een vergelijking maken met de rest van de wereld. Met het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en noem maar op. De training is gisteren officieel geopend door onderwijsminister Robert Peneu. De bewindsman benadrukte dat de methode goed kan werken als de leerkrachten het onder de knie hebben. De leerkrachten die nu getraind worden zijn van Sipaliwini en Marowijne. Loanyu geeft aan dat het verschil met de oude aardrijkskundeboeken is dat de gegevens geactualiseerd zijn. Op eerste plaats zien we dan een boek, een leerlingenboek. Dat is dan het belangrijkste boek waarmee die kinderen werken. En daarnaast is ontwikkeld dan een toetsenboek. Dat zijn dan die toetsen, die repetities die ze zouden kunnen verwachten. En we hebben dan een werkboek. Dat zijn opdrachten die dan gegeven worden aan de leerlingen om goed te oefenen. En ze kunnen dan oneindig bezig zijn. En de bedoeling is dat ze in het werkboek ook gaan schrijven, gaan kleuren, gaan tekenen. En dan hebben we dan de docentenhandleiding. En in de docentenhandleiding zijn dan de antwoorden van de toetsen, dus de repetities. En de antwoorden van het werkboek. Dus hoe ze daar moeten tekenen, hoe ze moeten kleuren, hoe ze plaatsen moeten zoeken. En dat noemen we dan de topografie. Kenneth Loanyu, die morgen te gast is in het programma In Gesprek Met. We spraken hem naar aanleiding van de training van leerkrachten in de nieuwe aardrijkskunde methode, de Wereldverkenner. In Gesprek Met wordt morgen uitgezonden op kanaal 12.1.